Jij wilt heel graag een kind adopteren uit het buitenland. Dan zal je eerst een formulier moeten invullen op de site van Kind en Gezin. Dat bezorg je aan het Vlaams Centrum voor Adoptie. Zij maken een dossier op. Je dossiernummer toont op welke plaats je op de wachtlijst staat. Vervolgens volg je twee verplichte infosessies over de adoptieprocedure. Nadien vul je een vragenlijst in met jouw kinderwensen. Zoals leeftijd, gezondheid en herkomstland. Afhankelijk van de vraag naar adoptieouders in een bepaald land kan je starten met de voorbereiding. Maar dat betekent ook veel geduld hebben, want de wachttijden kunnen oplopen tot zes jaar. Daarna word je uitgenodigd op de voorbereidingssessies. Daar komen thema's aan bod, zoals hechting, voorgeschiedenis en ontwikkeling van adoptiekinderen, diversiteit en discriminatie. Na de voorbereiding krijg je een voorbereidingsattest. Binnen het jaar dien je een verzoekschrift en een medisch attest in bij de familiereitbank. De Dienst voor Maatschappelijk Onderzoek contacteert je om vier gesprekken in te plannen. Nadien stuurt het Vlaams Centrum voor Adoptie het verslag dat gemaakt is door de dienst naar jou en de familiereitbank. Daarna beslist de familierechter of je geschikt bent om adoptie ouder te worden. Wanneer je geschikt bevonden bent, krijg je een geschiktheidsattest. Daarna maak je een keuze tussen binnenlandse of buitenlandse adoptie. Kies je voor buitenlandse, dan moet je nog eens een keuze maken tussen zelfstandige adoptie en adoptie via een adoptiedienst. Als je via een erkende adoptiedienst wil adopteren, dan krijg je een kindje voorgesteld na akkoord van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Nadien biedt de adoptiedienst nazorg aan. Dat houdt twee huisbezoeken en follow-up rapporten in. Als je zelfstandig wil adopteren, dan dien je een dossier in over hoe jij wilt adopteren. Dat heet het kanaalonderzoek. Dit onderzoek bekijkt hoe jij op een legale manier een kind uit het buitenland kan adopteren. Het gaat dus op zoek naar buitenlandse contacten. Nadien onderzoekt het Vlaams Centrum voor Adoptie het en als alles goed verloopt, dan stuurt het herkomstland een kindvoorstel. Nadien maakt de federale centrale autoriteit de adoptie definitief.